Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Anschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 8 hier in Engeland. Heb je die vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechts voor het i'tje, klik erop dat jij die video bescheiden. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. In de vorige wedstrijd video helaas uit vanwege een versnellingsbak probleem, dus deze bak die nu kapot is, hebben wij dus laten vervangen. En we beginnen dus nu met een schone versnellingsbak. Hopen dat we nu niet dat probleem hebben. Er komen een aantal updates aan. En twee van de chassis zijn in ieder geval goed gelukt. Dat is goed om te zien. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer wekelijkse F1 23 My Team Career Mode content. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. @Gianan_schraven op Instagram, Twitter en Facebook. Goed, hebben we wat geld over. En dat moeten we gaan besteden aan mijn teamgenoot. Die we zometeen, denk ik, na deze race moeten gaan verlengen. Het contract loopt namelijk af. En ik zie verder geen reden om meer verder te praten over dit. Dus laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de grote prijs van Engeland. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Het begint helaas niet zo fijn, want we hebben een remfout. Daardoor staan we wat langer in de garage dan gepland. Dat had u echt niet verwacht. Oké, hier is een update. We've got a leak in the hydraulic system, so it's going to be a few minutes before we can get you back out on track, I'm afraid. Een lek in het hydraulisch systeem, maar goed, dat probleem is inmiddels opgelost. We kunnen dus naar buiten voor onze run in Q1. Kijken of wij ook kunnen doorkomen naar Q2. Het zou mooi zijn als dat zou gaan gebeuren. In de vorige wedstrijd hadden wij voor het eerst Q2 en Q3 bereikt. Een hele mooie prestatie voor ons. Laten we daar even groen in sector 1 en 2 noteren. Laatste bocht. En dat is een P8 met een 1.29.298. Uitslag van Q1. Hamilton het snelste achter voor Verstappen, excuses. En wij zijn door naar Q2. Goed gedaan. P16. Heel erg goed gedaan van ons. Pakken Richard Verschoor in de kwalificatie. Dus op naar Q2. En zijn we aanbeland bij het einde van Q2. We gaan gewoon naar buiten om een run te laten noteren. Nog ongeveer 30 seconden op de klok. Staan op dit moment op een P16. Als laatste van de 16 rijders dus. Top 10 is denk ik naar binnen. En de rest is allemaal op de baan. Om een ronde of een verbetering te laten noteren. Daar een klein beetje te wijd en de exit daarmee verpest. De vlag hangt uit in Q2 met groen in sector 1 en 2. Nog steeds een P16 op onze naam. Kunnen wij een plekje hoger eindigen dan waar we nu staan? En jazeker, dat kunnen we. P15. Prima kwalificatie in Q2. Leclerc ditmaal het snelste. Verstappen 2, Sainz 3. En wij staan dus op een P15. Goede kwalificatie. En dus op naar de race voor aflevering nummer 8 van F1 23 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Britain is one of only two countries to have held a Grand Prix in every year of the Formula 1 World Championship. Long may it continue. It is a circuit of speed, history and drama. It's Silverstone, it's the British Grand Prix. Silverstone circuit is comprised of 18 corners, 3.6 miles, with DRS detection zones at Village and Maggots. Your overtaking opportunities at the end of the Wellington and Hangar Straits. You've got to be brave on the throttle in order to succeed here. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who will start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Leclerc, Perez, Fernando Alonso, Norris, Sainz,
Ocon, Albon, Joe, Bottas, Gasly, the Professor, Hülkenberg, Sargeant, Stroll, Tsunoda, Oscar Piastri, Richard Vasseur, De Vries, Richard Vasseur. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid op een P15 in de Grote Prijs van Engeland. Hopen dat we er iets mee kunnen gaan doen. Misschien wel punten. Je weet het maar nooit. In ieder geval hopen op revanche van de vorige wedstrijd. Na die uitvalbeurt. Kijken ook wat Richard Vasseur kan doen. Pit strategie is een eenstopper medium. Sorry, soft medium is de strategie. Nemen gewoon wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. 18 rondes lang racen. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Voor de Grote Prijs van Engeland voor aflevering nummer 8. Wij zaten dus op een P14. Na een prima kwalificatie van ons op het Silverstone Circuit. Heel veel informatie van de ingenieur wat we eigenlijk al lang weten. En komen we aan bij het einde van de formatieronde. Op naar de grid slots. En de vraag is, komen wij goed of slecht in onze positie terecht? Komen keurig in onze positie terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 8 van F1 23 My Team Career Mode. We starten op een P14 voor de Grote Prijs van Engeland. De lampen zijn aan en ze zijn uit. En we zijn onderweg en komen matig weg. Magnussen is al ons gepasseerd. Daar wordt in één keer Gasly opgehouden. Ocon naar die binnenkant. Dat lukt niet. Nee, want daar was het gras. Gasly weer terug naar zijn oude positie. Wij hebben een plekje gewonnen bij de start. Maar daar vallen we. Gasly aan de binnenkant. Is gelukt. Dat is P13. Nu is het op naar Esteban Ocon. En hebben hier al de ERS openstaan. Ocon gaat al verdedigen. Rijdt op die harde band. Wij rijden op de zachte band dus. En daar aan de binnenkant gezet. Jazeker. Ocon zit daar nog wel. Zij aan zij. Maar hier hebben wij de betere exit. En dat is P12. Goed gedaan. Ocon kan hier wel terugkomen. Zij aan zij lukt niet. En wij duwen de Fransman daar wijd. Einde ronde nummer 1. Als we daar Ocon hebben voor een tegenaanval. En hij is er voorbij. Gasly probeert ook gelijk aan te vallen. Lukt net niet. Ja, dat is op P13. Daar gaan we een beetje wijd. En dat ziet Gasly. Kan ervan profiteren. Maar wordt hier naar buiten geduwd door ons. Ocon is ons dit keer echt gepasseerd. Voor P12. We zitten in ronde nummer 3 van de race. Als we daar een klein foutje maken en daar ietsjes te veel op het gras rijden. Sargeant naar een P15 samen met Oscar Piastri. Gasly is ons inmiddels gepasseerd. Had meer topsnelheid in zijn Alpine. En daar gaan we veel te veel over die curbstone. Exit daar verpest. Dat is die Piastri. Wij verdedigen die binnenkant. Kan er niet voorbij. Dan hier aan de buitenkant kijken, lukt ook net niet. Sargeant profiteert mee en rijdt op P15. Beide Alpines zijn te ver weg voor een echte aanval. Gat naar Gasly is inmiddels 3 seconden. Nou, Ocon inmiddels 3,5 seconden, bijna 4 seconden. En hier zit Sargeant te kijken voor een aanval. We hebben hier geen ERS tot onze beschikking, want we gaan in besparingsstand. Maar vallen hier terug bij Sargeant aan. Jazeker, goed gedaan. Zij aan zij. Maar wij knijpen hem daar mooi af. En dat is nog steeds P14.
Goed gedaan. Sargent hier dan aan de binnenkant bij Kops. Dat lukt net niet. Wordt daar flink afgeknepen door ons. Sargent moest daar even inhouden. Anders was het een touché geweest. Tussen ons tweeën. Maar goed, alles is mooi clean verlopen. Ronde nummer 6 zitten we in. Als Piastri nog steeds, dit keer, achter ons rijdt. Sargent is ver teruggevallen. Hülkenberg is naar P16. Daar gaan we een beetje te wijd. En dat ziet Piastri. Kijk daar even aan de buitenkant voor P14. Hülkenberg nu zij aan zij met de jonge Australiër. Wordt het hier 3 dik? Ja, maar Hülkenberg kijkt wel. En is er voorbij, maar durft daar niet volledig die bocht mee te nemen. Dat zien wij en wij pakken die positie mooi terug. Vechten er kei en keihard voor posities. Daar een beetje wielspin op de exit. Dat ziet Hülkenberg en kijkt hier naar de buitenkant. Ook Stroll zit te kijken. Daar zit ook Yuki Tsunoda en Piastri. Heel veel mensen willen mij passeren, maar dat gaat hier net niet. Daar wel een klein momentje overstuur. Maar geen probleem. Nog steeds in P14 in ronde nummer 6. Daar te wijd. Wat kan Nico Hülkenberg hier doen in ronde nummer 7? De pitwindow is open gegaan. Hülkenberg kan daar helemaal niks. Maar hier dan wel aan de buitenkant. Is weinig ruimte. En wij verdedigen met hand en tand die positie. Tot nu toe gaat het goed. Safety car op de baan geroepen. Maar voor wat? Dat weet ik niet. Weet ik wel trouwens. Er is iemand uitgevallen. Maar wie dat is, dat weet ik niet. Richard Verschoor rijdt nog. En wij duiken dus naar binnen voor deze softbanden te dumpen. Stroll duikt ook mee naar binnen voor die harde band te dumpen. Niet slim. Want dan heb je gewoon een hele set gewoon helemaal weggegooid. Langzame pitstop, want linksvoor gaat niet goed. En dat betekent we vallen ver terug. Tot achter Nico Hülkenberg. Dus dit wordt een lastige race. Ook tot achter Oscar Piastri door een fout van de pitcrew. Goed, er is nog een aantal rondes eraan. Ronde nummer 9. Nog 9 rondes eraan, dus er kan van alles gaan gebeuren. Zometeen naar de safety car toe rijden, want die is al een heel eind ver weg. En dan gaan we ons voorbereiden voor de herstart. Rijdend op een P16, geen punten voor ons tot nu toe. Als daar iets misgaat, volgens mij of niet. Ik dacht even dat ik iets zag. Goed, vals alarm. We kunnen gewoon nog door met de auto. Lijkt me wel logisch, want ja, we hebben alles verwisseld wat beschadigd was. Oftewel de versnellingsbak. En de leider is inmiddels bij zijn Mercedes-maatje aangekomen. Lewis Hamilton leidt de wedstrijd. Duikt naar binnen, zie ik. Hamilton duikt naar binnen. Gaat daar veel posities verliezen. Om tijdens die safety car naar binnen te duiken. Ook heel veel jongens duiken achter hem aan. Wij rijden nog steeds op een P16. Moeten de safety car, oftewel de jongens die zometeen aansluiten bij de safety car, moeten wij zometeen naartoe rijden. En dan kunnen we ons gaan voorbereiden voor de herstart. Tot nu toe een matige grote prijs. Daar ietsjes te wijd, maar dat is geen probleem. En nu moeten we naar Nico Hülkenberg toe rijden. Om zo meteen aan te sluiten bij Bernd Mailänder. In ronde nummer 10 nog 8 rondes te gaan in de race. Achter rijdt Lance Stroll. Voor ons dus Nico Hülkenberg. En daar is een probleem. Daar is een probleem met de versnellingsbak. Het is weer raak. De versnellingsbak houdt het weer voor gezien. Een gloednieuwe bak stopt er gewoon mee. En dit is zeer, zeer dramatisch voor ons. 2 races achter elkaar, 2 nieuwe versnellingsbakken erin gezet. En beide zijn ons gewoon fataal geworden. Zonde, zonde, zonde. En dit mag gewoon niet gebeuren. Helaas een DNF achter onze naam. Ik kan er helaas niks aan doen.
Ja, dat betekent dat we de volgende wedstrijd onze vierde bak al ingaan. En stel dat die ook kapot gaat, dat we dan een grip aan het team moeten krijgen. Maar goed, het is wat het is. Hier kunnen we helaas niks aan doen. En is het op naar de volgende wedstrijd. So Mercedes have won it. And what a great race it was. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everyone played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, hier ben dan dus de uitspraak van de wedstrijd. Lewis Hamilton wint de grote prijs. Charles Leclerc na P2 Verstappen op het podium. Russell 4, Alonso 5, Sainz 6, Perez 7, Norris 8, Albon 9 en Ocon op P10. Wij dus helaas een DNF achter onze naam. Yuki Tsunoda viel dus ook uit. Verstappen krijgt drive of the day. Vind ik nogal vreemd. Hij leidt toch wel het coureursklassement met 42 punten voorsprong op Perez. Wij dus steeds 11e met 9 punten en 7e in het constructeurskampioenschap. Maar ja, zonde van dit. Extreem zonde, omdat het gewoon een nieuwe versnellingsbak is. En dit mag gewoon niet meer gebeuren. Maar goed, ja, het kan nog eenmaal gebeuren. Het is wat het is. En dan gaan we gewoon door naar de rivaliteit breakdown met mezelf en Guangyu Zhou. Plus 2 voor mij, plus 4 voor Zhou. 16 tegenover 21. Wordt nog lastig. Team Acclaim is level 11. Wij zijn level 7, even scoren is level 8. Wat gewoon verdienstelijk is om te zien. Helaas niet sponsorgeld binnengehaald van Echo. En ik heb 5.000 misgelopen door schade. Dus in totaal op de bank $4.36 miljoen. Dat betekent dat we nu contracten moeten gaan onderhandelen met mijn teamgenoot. Maar goed, dat zien we allemaal voor de volgende video. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vindt, trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijks F123 My Team Karemut content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook het belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg mij even op de sociale media. @Gianschraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Daar zie je het al, 22 bakken gewoon helemaal kapot. Dat betekent dat we gewoon een extra bak moeten gaan inzetten. Dus dat betekent de volgende wedstrijd gaan we een penalty pakken of... De wedstrijd daarna. Goed verhaal. Moeten we even kijken wat we gaan doen. Ja, maar nogmaals. Hartstikke zonde. Ja, dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.